Waar gaan we naartoe, Lotte? Zwembad. Wat gaan we daar doen? Bloemen geven. Aan wie? Aan de badje vrouw. Ja, ben je er klaar voor? Beetje. Spannend. Nee. Het is toch hartstikke leuk. Hallo? Goedemiddag. Zullen we even naar de andere kant gaan? Naar de deur is misschien makkelijker. Ja. Kom. Ja. Kan je vrouw Marijke erbij, hè? Dankjewel. Omdat je zo goed op mag gaan letten. Oké, meid. Maar ik denk dat het voor Petra is. Die heeft meer opgelet dan ik. Ja, maar dat maakt niet uit. Ik ga om het idee. En Lotte, want we zijn heel blij dat ze dat gedaan hebben. Ja, dat snap ik. Maar dan kunnen we die bosbomen beter aan Petra geven. Weet je niet? Ja. Het is wel een mooie bos trouwens. Jeetje. We zijn wel heel blij, hè, Lot? Maar wat hadden ze nou aan jou gevraagd? Of aan haar gevraagd? Aan jou? Wat vroegen ze aan jou? Waar ik woonde en hoe ik heet. Dan moet je tegen een vreemde meneer zeggen, daar heb je niks mee te maken. Moet je tegen een vreemde meneer zeggen, weet je niet? En dat hoort je helemaal niet te weten. Nee, we vonden het een vreemd figuur. Ja, dat geloof ik. Ja. Maar Lot, we gaan gewoon lekker weer zwemmen, hè? Tuurlijk. Ja. Oh, dat dacht hij ik is wel. Er vandaag niet, hoor. Gisteren is er niet geweest. Nee, en we doen extra aan opletten. Ze komt gewoon terug. En wat? Tuurlijk. Mollen alleen, jazeker. Ja, madame. Er is het zwembad voor. Ja, vind ik ook. En niet voor enge dingen, vind je wel? Nee. Nou, ik ben er hartstikke blij mee. Namens Petra. Maar die krijgen we, hè, want Petra heeft, die heeft goed opgelet. En gaan jullie binnenkort weer zwemmen? Ja. Ja, hè? Zeker te weten!